De districtscommissaris van het district Komowijnen, de heer Ajay Kumar Kali, is met diverse actoren bezig te werken aan de verdere ontwikkeling van zijn district Komowijnen. We zijn vandaag het veld in geweest met de heer Kashono. Hij is van het ministerie van Openbare Werken. En we hebben diverse projecten bezocht waar het ministerie bezig is te werken. Ook hebben we een gesprek gehad met de DC zelf over de ontwikkeling van zijn district. Als we allemaal samen bundelen, all hands on deck, en dan zullen we ook veel meer ontwikkeling zien in ons district. Als ik heb over infrastructuur, dan heb ik ophalen van de lozingen, van de tertiaire, secundaire, primaire lozingen. Dan stem ik met meneer Carsono af, geef ik ook aan de districtsecretaris, meneer Chokro Dikore, directieve, stemt u met het af, want de mensen hebben voor een bepaald gebied een bijzondere aandacht gevraagd. Dat is één. Twee, gaat om het openbaar groen. Dan vraag ik meneer Kodan, hij is hoofd van afdeling openbaar groen van Komowijnen. Meneer Kodan, we gaan proberen bij het voet van de brug daar schoon te maken, want dat zit vol met vuil. Of het veerplein, daar moet elke dag het vuil opgeruimd worden. Ja? En dan is het een samenwerking. DC, kunt u even inkomen met uw pick-up, want dat is die samenwerking. Vraag hem, die dijk moet schoon zijn, wat is een bijzondere toeristische attractie. Want honderden mensen, weekend zijn hier, om een beetje vertier te hebben, te verpozen. En dat moet dan onderhouden zijn en in een zindelijke staat verkeren. Zodat ook daarnaast dan Surinamers, maar ook buitenlanders komen hier om te zeggen, oh, dit is een ideaal plek van het district Komowijnen. En zoals u weet, hier op Nieuw Amsterdam, dan hebben we die samenvloeiing van de Komowijnen en de Suriname rivier, welke in de tijdens zonsondergang een heel mooi beeld geeft. Richelieu is een heel belangrijke kanaal. Het ontwatert een heel groot gebied. Vanaf Oost-West-Verbinding Noord naar gebied Marienburg-Zoelen is niet weg te denken hoe je het afdraait. Het ontwater zeker plus minus een gebied van 4000 hectare. Dus alle aandacht erop gericht dat die primaire kanaal steeds eigenlijk dat onderhoud moet hebben. Zo, ik vind dat het heel geweldig is dat de DC daaraan werkt. En het is heel goed voor de ontwikkeling, voor onze regio, voor onze resort. En we zien de ontwikkeling. En we zijn erg, erg blij ermee dat de DC hard zijn best doet samen met de andere instellingen, andere ministeries, om de ontwikkeling in onze regio, in militair project Nieuw Amsterdam, Voorburg, overal in ons district te brengen. En we zien dat echt.